Arne van Looyt, het grootste gedeelte van de oefenperiode zit erop. Kijk eens even terug. Nou ja, we hebben hard gewerkt. Zeker de laatste week hebben we heel hard gewerkt. Een paar dagen nu flink getraind. Zag je vandaag ook wel terug. Een beetje wat minder energie. Dus dat is ook wel logisch. Ja, ik denk dat we wel dat langzaam maar zeker wel duidelijk wordt wat we willen. Ploeg is versterkt achterin en op middenveld. Ja, ik denk ook dat het duidelijk is dat we voorin nog op zoek zijn naar versterkingen. En daar zijn we druk mee bezig. Ruben Roosken, het grootste gedeelte van de oefenperiode zit erop. Hoe is het er nog toe bevallen? Ja, prima. Ik zit er nu 3 jaar. Goed, net terug van het trainingskamp. Wedstrijdjes gehad, worden steeds fitter. Maar het is geen geheim dat er nog wat spelers bij moeten. Je zat terecht aan, er was vanavond wat minder energie in het team. Ja. Je verliest met 2-1, eerste nederlaag. Hoe komt dat aan? Nou ja, het resultaat is niet zo belangrijk in deze fase. Dus dat komt niet heel hard aan. Het gaat mij meer om het spel en wat we laten zien. Maar ja, we hebben de laatste dagen gewoon heel hard getraind, doorgewerkt. En vandaag was het ook pittig. Iedereen moest lang spelen met een wedstrijd van 2x60. Dus dat er iets minder energie zit is oké. Ik vond wel dat we een aantal dingen niet goed genoeg samen deden. Dat waren we de laatste weken beter in de laatste wedstrijden. Het samen druk zetten, het samen in de opbouw, de afstemming van elkaar zeg maar. Maar dat is ook prima, daar kunnen we weer met elkaar over hebben en daar kunnen we alleen maar weer beter van worden. Er is van de week hard getraind en ook in Bielebeek is hard getraind. Betekent dat het vanavond allemaal een beetje rustiger was of vergis ik me nou mee? Nou, misschien zag dat er zo uit, maar dat was niet de bedoeling, nee. Maar ja, er is wel hard getraind. Veel jongens hebben nog wel een beetje last van de benen, maar dat is voor mij geen excuus om minder te lopen of minder energie in een wedstrijd te stoppen. Veel mensen uit de academie die op de laatste wedstrijden steeds acte personeel geven. Ja, oké, maar dat heeft ook te maken met de invulling van de selectie op het moment. Dus we zoeken nog mensen voorin, wat ik net aangaf. En aan de andere kant is het ook wil je ook graag zien hoe de jongens uit de academie het doen. Dus dat is, ik hou er ook van om jonge jongens erbij te hebben. Die geven over het algemeen gewoon goede energie. En dat vond ik vandaag ook. Ik vond eigenlijk het laatste deel, zag je ook echt dat we een paar dotter van kansen kregen om gelijk te maken of nog te winnen. En toen speelden toch heel veel jonge jongens, dus dat deed eigenlijk prima. Dus ja, het is een beetje dubbel. Het is ene keer een beetje noodgedwongen, maar ook gewoon omdat we graag die jongens willen zien. Ik heb vanmorgen in de media gelezen dat er wellicht een mogelijkheid is dat je nog vertrekt bij de club. Ja, heb je dat gelezen? Ja. Ah, nou, dat... Je hebt het toch ook wel gelezen? Ik heb het gelezen, ja. Okay. Ja, hoe ver is de stand op dit moment? Ik heb meegekregen dat er een bod is gedaan. Dat is afgewezen. Van wat ik heb gehoord, komt er nog een vervolg. Maar ja, ik ben nu hier, dus ik focus me nu op Heracles. Hoeveel pech kan je hebben dat je nou weer je aanvallersleider kwijt bent? Ja, dat is een domper. Zeker een domper. Maar kijk, dat is gebeurd, dus daar moeten we op reageren. En dus zo simpel is het. Dus we moeten zorgen, we hebben nog 2 weken dat we de boel daar gaan versterken. En dat we gewoon goed voor de dag komen tegen Sparta. Is het uitkijken naar spelers die bij andere clubs niet aan de bak komen? Nou, dat kan. Maar het kunnen ook andere spelers zijn. Dus we zijn gewoon hartstikke druk bezig. Ik denk, Nico Jan is er dag en nacht mee bezig. We werken er met z'n allen hard aan. Dus... ja, het is niet makkelijk. Er zijn meer clubs die nog op zoek zijn naar allerlei dingen. Dus dat is prima. Maar wat wil jij? Wil je een vervolgstap maken op wat je tot nog toe hier beleefd hebt? Ik sta wel open om een vervolgstap te maken in mijn carrière. Als ik daarin vooruit kan gaan, ja. Maar dan moet er een club komen die jou aanstaat. Zeker. Ik heb net ook al tegen Ralf gezegd. Ik verruil Heracles niet zomaar voor een of andere weet ik veel wat club. Dat moet wel gewoon goed zijn. En dat moet voor Heracles goed zijn en voor mij goed zijn. Zijn er ook veel dingen die je gezien hebt waarvan je zegt van ja, dat bevalt me wel? Nou, sommige dingen wel. Vandaag vond ik het wel iets minder. De laatste wedstrijden heb ik er wel heel veel dingen gezien waarvan ik denk van hé, dat bevalt me heel goed. Vandaag waren we daar wat minder in. En dat heeft toch weer met de energie te maken. Want je moet gewoon snel in positie staan. En je moet ook je moet mee in de intensiteit van de wedstrijd. En je moet gewoon duels winnen. En dat is ook een soort houding die je altijd moet hebben. En die hadden we vandaag gewoon iets te weinig. Goed, nog 14 dagen dan begint de competitie. Ik denk dat die linksbackplaats voor jou zo langzamerhand zeker is. Niks is zeker in het leven, hè. Maar ja, ik ben fit, ik doe mijn best. Lorenzo is ook een goede speler. Zit genoeg
potentie in. Maar ja, hij heeft ook gewoon tijd nodig om zich aan te passen. Maar ja, de trainer staat daar. Ik beslis dat niet. Maar ik voel me goed op het moment. Desalniettemin, je verheug je op de nieuwe competitie? Ja, zeker. Tuurlijk. Ik wil me gewoon... Ik heb zin om mezelf te laten zien. En ik heb gewoon zin om weer wedstrijden te spelen in een vol stadion. Ja.